En dan ga ik hem poetsen en opzaden. En dan gaan we een proefje oefenen. Ook zelfs nu, dan zou ik gewoon nog een keertje aangalopperen, denk ik. Goed. Ja, ik had zoveel pijn. Ik dacht, ik moet nu iets krijgen. Dat wij dat eigenlijk gewoon 3 jaar de tijd geven om echt mooi te worden. Dan ga ik mijn trailer en de menwagen even voor onderhoud sturen. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. We beginnen hem heel mooi hier op de mesthoop. Ik heb hem namelijk laten legen en gevraagd of ze zo'n 2 à 3 kruiwagens mest wilden laten liggen. Want dat was al helemaal gecomposteerd geworden natuurlijk. En dat is perfecte mest om je weiland mee te bemesten. En aangezien dit weiland net is ingezaaid, is het wel fijn. En die anderen zijn dus doorgezaaid, waardoor ik die ook gelijk eventjes heb bemest. Dus een fanatieke start van deze vlog in ieder geval. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het wordt 32 graden. Dus ik heb besloten om al soort van vroeg te gaan rijden rond 8 uur. Het is niet om 7 uur 's ochtends of zo, om 6 uur 's ochtends. Maar Anne en Els die komen vandaag. Want we zouden eerst vandaag een gezellig paardendagje hebben. Dat zij mij kwamen helpen met Nacho. Dat we dus proefje thuis gingen oefenen. En dat ik met hun mee ging op wedstrijd. Alleen ja, het wordt dus 32 graden. Dus hun wedstrijd is afgelast. En wilde ik nog een beetje kunnen rijden, dan moet je gewoon vroeg gaan. Dus ik wilde niet om 6 uur 's ochtends er al op zitten. Want dat ja, is al een beetje veel gevraagd om hun al hier te zijn. Dus ze wilden wel heel graag komen. Ze hoefden natuurlijk niet, want Noek komt ook deze ochtend voor Marley. Dus in theorie had Noek me ook kunnen helpen. Maar ze wilden graag, dus ze hebben hier om 8 uur afgesproken. Dus ik ga even Nudge pakken, want dan krijgen ze het pas daarna eten. Even snel vliegenkapjes bij de anderen omdoen, want de vliegen zijn er al erg vroeg bij. Nudge pakken en dan ga ik hem poetsen en opzadelen. En dan gaan we een proefje oefenen. Heel veel zin in. Nou, Vee is lekker aan het rijden. En ik probeer de camera maar een beetje stil te houden, want dan wordt het nog een beetje moeilijk. Kippen daar. En het wordt soms meer loperig dan dat ik echt lekker vorm. Ja, ja. Ja, zoals je al voelt, een beetje loperig, maar nu wel fijn. Ja. Ja, hij is echt heel erg fijn. Als die eenmaal. Fire! Kijk, nou wordt hij wel mooi daar. Ja, zo'n stap en dat is best wel prima. Ja. Voor een baby. Ja, ik zou denk ik ook gewoon lekker gewoon, ook zelfs nu, dan zou ik gewoon nog een keertje aangalopperen, denk ik. Want als hij dan zo fijn los is al in die draad, dan je gewoon dat nog eens gewoon een keer probeert. Soms dat ze het in één keer dan makkelijker vinden. Ja. Ja. En doe je bijvoorbeeld gewoon een keer op de volt of zo. Of ja. Ja. Maar hij is nou al beter hoor. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Oh, kut, sorry. Ik was niet helemaal goed aan het filmen. Ja. Ja, maar dit is eigenlijk hartstikke goed al hoor. Als je dan nog net iets meer je handig meeneemt. Ja, ja. Dat blijft 5 meter. Als hij moe is, krijg je het sowieso niet. Zelf rechtop. Ja. Als ga je zelf storen. Ja.
Goed hoor. Ja. Pardon. Nou ja zeg. Noekster is nog even met Mar lekker balkjes aan het stappen. Helemaal fun. Die ging netjes of niet? Ja, lekker bezig. Zondag had ik echt een heerlijke chilldag. En als kers op de taart ging het aan het einde van de dag ook nog eventjes omweren. Nou, ik vind dat echt heerlijk. Dus ik heb mezelf onder een dekentje onder de nieuwe overkapping geplant. Met mijn e-reader, samen met Pip. Om lekker van de regen en de onweer te gaan genieten. Het zou gelukkig niet heel erg lang duren, waardoor die paarden ook gewoon lekker buiten hebben gestaan. En ik ze ook geen deken heb opgedaan of iets. En ik ben eigenlijk juist heel erg blij met de regen, dus ik heb er lekker van genoten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik heb echt even 2 dagen radiostilte gehad. Mijn moeder die is net weg. Die had Dico ook even meegenomen. Want die had ik gebeld of ze alsjeblieft wilde komen. Ik was namelijk maandag zo ziek geworden. Echt, mijn lichaam is mij zo zwaar aan het teleurstellen afgelopen weken. In Schotland had ik ook al die maagklachten. Ook die heupklachten, maar dat komt door mijn lies. Dus dat is wel te verklaren. Oh, wat een wind. Ja, dit hoort ook niet. Hé, Mar. Zal ik even bij jou gezegd komen staan? Ik doe wel even hier filmen, want buiten is het niet te doen met de wind. Hier gaat het ook al niet helemaal goed. Maar ik heb buikgriep gehad. En nu kan ik me voorstellen... Wat is er? Als je nog nooit buikgriep hebt gehad, want dat had ik hiervoor volgens mij ook nog nooit. Dit maakt het niet heel veel beter met de wind. Dat je misschien niet kan voorstellen hoeveel achterlijk veel pijn dat doet. Misschien hebben ook mensen als buikgriep gehad dat niet zo heel veel pijn deed. Maar... Ik had dus waarschijnlijk buikgriep en ik ging echt dood gewoon. Het deed zo achterlijk veel pijn en ik heb echt best wel een hoge pijngrens. Ik bedoel, met alles wat ik al met mijn nek, met mijn migraine, met gescheurde mild, met gebroken dingen, ledematen heb gehad. Ik ben wel wat gewend, maar dit deed zoveel pijn. Het begon eigenlijk in de ochtend met dat ik heel veel last van mijn ogen had. Heel veel soort van spierpijn in mijn ogen. De dokter zegt wel dat dat waarschijnlijk niet zoveel met elkaar te maken heeft, omdat... dat niet echt een link met elkaar heeft. Nu denk ik dat ik een soort van spierpijn in mijn ogen had. Omdat ik die dagen daarvoor heel veel gelezen had met mijn nieuwe e-reader dus. Sorry dat ik altijd zo sta. Maar als ik rechtop ga staan dan ben ik net buiten beeld. Of ik moet gelijk heel ver naar achter staan. Dus ik sta een beetje zo voorover gebogen. Maar toen heb ik toch even Nartje nog snel gereden. Want die wilde ik eigenlijk op zondag rijden. Maar zondag was natuurlijk zo warm. En toen werd ik echt... Ik had de wekker vroeg gezet, zodat ik nog voor de warmte kon rijden. Maar het was echt al vroeg, was het echt al warm. En ik had echt een of andere zieke nachtmerrie. Dus ik werd ook helemaal kapot, werd ik wakker. Dus ik dacht, ja sorry, maar ik kan nu gewoon niet opstaan en naar huis gaan rijden. Dus toen had hij even een dagje vrij. Dus toen ben ik tot maandag, toen ik dus wakker werd met zo'n last van mijn ogen, heb ik toch naar huis gereden. Ik zat nog te twijfelen om het te filmen, maar uiteindelijk niet gedaan. Ik heb best oké gereden eigenlijk. Ik wil vanavond nog een keer rijden. Omdat ik hem wat vaker thuis wil rijden. In gewoon een 20-40 bak. Omdat hij dat uiteindelijk ook moet gaan leren. Want ik had heel leuk gezegd. Oh, hij gaat zo goed in galop de laatste tijd. Nou, toen ging ik hier galopperen. Met toen zaterdag dat ik dat proefje met Anne en Els ging oefenen. Was niks meer van te merken. Dus ik wil hem eigenlijk vanavond nog even een keer rijden. Maar goed, heb ik dus naar huis gereden. En dat ging op zich wel. En toen stapte ik af. En toen voelde ik me zo beroerd. Ik kreeg last van mijn buik. En... waar ik ook, ik kreeg op een gegeven moment super spierpijn in mijn kuiten heel erg. En ik weet nog, vorig jaar heb ik longontsteking gehad. En toen kreeg ik ook super spierpijn overal in mijn lichaam. Dus als ik spierpijn op plekken krijg waar ik geen spierpijn hoor te kijken, dan weet ik al een beetje hoe laat het is van oké, ik ben ziek aan het worden. Dus nou goed, buikpijn. Op een gegeven moment heb ik ook overgegeven. En dat heb ik echt al zo lang niet meer gedaan. Normaal gesproken vroeger, toen ik nog heel veel meer last van migraine had, dan was dat gewoon standaard routine, zeg maar. Maar dat heb ik natuurlijk al best wel een tijdje goed onder controle. Dus ik heb al heel lang niet overgegeven. Dus ik dacht ook echt van, oké, mijn lichaam die is er wel echt even niet mee eens met wat er nu gebeurt.
alles wat ik erin stopte, wat al weinig was, want ik had super last van mijn buik, maar ook gewoon water of pijnstilling, dat kwam er allemaal weer even hard uit. Waardoor ik ook ziek last van mijn rug kreeg. En ik had zoveel pijn dat ik dus... Het kutte was, ik was alleen. Sjoerd is er niet, mijn schoonouders zijn er niet. En op dat soort momenten, als je dan ziek bent, dan is het echt even kut dat er niemand om je heen is. En ik ken natuurlijk ook niet zo heel extreem veel mensen hier in de buurt of zo. Dus ik had mijn moeder gebeld van, nou, ten eerste van mijn moeder is doktersassistent, van wat de fuck heb ik en wat kan ik eraan doen? En toen zei ze, nou moet ik anders even naar je toe komen, want ik ben wel aankomende 2 dagen vrij, dus kom ik naar mijn werk naar je toe. Dus dat was super lief van mijn moeder, want ja, ze woont gewoon op 1 uur en 3 kwartier tegenwoordig natuurlijk van mij vandaan. Uiteindelijk kwam mijn moeder pas rond 1 uur of 6, want die moest natuurlijk eerst gewoon werken. Of nee, pas later, rond 7:30 of zo. En toen ik haar voor het eerst belde, was het 12:00, toen zei ze, jij kan pas naar mijn werk komen. Dus toen rond 5 of 6 belde ik haar van, maar daar kom je, hoe laat ben je er? En toen zei ze, nou als het echt zo erg is, bel ons even de huisarts. Omdat ik dus ook niks binnen kon houden, moet je dan natuurlijk eventueel uitkijken voor uitdroging. Van, kan je misschien iets krijgen voor de misselijkheid? Dus ik de huisarts bellen, maar ja, die is natuurlijk ook dicht. Dus dan word je doorverbonden met de spoedeisende hulphuisarts, zeg maar, van het ziekenhuis in Apeldoorn. Dus ik hun bellen, dus zij zeggen wel van, nou heb je koorts, maar ik heb geen thermometer, alleen voor de paarden. Dus ik wist niet of ik koorts had en nou, dan krijg je ook wat vragen van, nou oké, overgeven, misselijk, heel erg duizelig als ik opstond. Ja, niet tot flauwvallen toe, maar ik val sowieso niet zo snel flauw. Nou, gewoon allemaal spierpijn en vooral veel last van mijn rug op dat moment. Dus ze zeiden van, nou kom even zetpillen dan halen, want als je niks via je mond zeg maar erin kan stoppen omdat dat er allemaal weer uitkomt, dan maar via de andere kant erin. En ORS, dus dat is dat iets wat je door water moet doen voor uitdroging. Maar toen ik kan dat natuurlijk niet zelf ophalen. Dus ik mijn moeder bellen van, mam, je moet eerst naar het ziekenhuis toe gaan. Maar mijn moeder die nam dus haar telefoon niet op. Want die was aan het autorijden. Dus ik dacht, ja, maar tegen de tijd als mijn moeder hier is en zij moet weer naar het ziekenhuis toe en dan weer terug naar mij, dan zijn we zoveel uren verder. Ik had zoveel pijn. Ik dacht, ik moet nu iets krijgen. En het klinkt zo stom, want als je misschien nog nooit buikgriep hebt gehad, klinkt het echt alsof je aan het aanstellen bent of wat dan ook. Maar nou, het sloeg echt nergens op hoeveel pijn ik in mijn buik en in mijn rug had. Dus ik Remke bellen van, Rem, ben je thuis? Kan je alsjeblieft voor mij, want Remke woont hier in de buurt, kan je alsjeblieft voor mij naar het ziekenhuis rijden om in ieder geval even die medicijnen op te halen, zodat ik even in ieder geval daar wat aan heb. Dus die heeft dat echt super lief voor mij eventjes opgehaald. Dus toen net mijn moeder bij mij was aangekomen, toen kwam Remke ook net aan met de medicijnen, dus daar was ik echt blij mee. En het ziekenhuis had gezegd, als het voor 9:00 vanavond niet verbetert, dan moet je even terugbellen. En ik moet zeggen, qua koorts, want mijn moeder die had op een gegeven moment dus de thermometers van de paarden gepakt. Want ze vroeg dus, heb jij geen thermometer hier? Ik zei, nee, ik heb alleen 2 thermometer bij de paarden liggen. Maar ja, die stop je bij de paarden ook bij hun achterste erin. Dus, en die maak je wel een beetje schoon, maar ik maak ze ook niet helemaal zo schoon. Dus ik dacht, ja, die hoef ik zelf niet te hebben. Dus mijn moeder zei, nou ja, als je hem gewoon onder je oksel doet en dan maak ik hem eerst gewoon even schoon. Als je hem dan onder je oksel doet, dan is het natuurlijk allemaal niet zo erg. Dus er zitten een paar kippen die hier doorheen te tokken. Mijn zusje is er ook ondertussen bijgekomen. Gezellig, zus. Dus ik mijn koorts meten, tussen mijn temperatuur meten. En toen had ik inderdaad 39 graden koorts ongeveer. Dus ik het ziekenhuis bellen van, nou ik heb inderdaad wel echt koorts. Het ziekenhuis klinkt ook weer zo overdreven, maar ja, het is gewoon de huisarts bij de spoedeisende hulp volgens mij daar. Dus ik vertellen, nou, ik heb dus wel koorts en mijn buik en mijn rugpijn, dat wordt absoluut niet beter. En toen zeiden ze, nou dan willen we je toch graag zien. Want het feit dat je nou al die klachten hebt, maar vooral ook last van je rug hebt, kan eventueel duiden op nierbekkenontsteking. En dat moeten wij dan wel eventjes controleren graag. Maar ik belde rond dus 9:00 en ze hadden pas om 11:50 hadden ze plek. Dus moest ik tot dan wachten. Dus ik dacht nog wel, nou als het voor dan wel een beetje... Jongens, kap even. Die kippen moeten altijd naar mij maken als ik aan het filmen ben. Alsof ze een soort mee willen praten of zo. Maar goed, het werd dus ook tot 11:30 werd het niet beter. Toen ben ik daarheen geweest en toen heeft ze op mijn nieren geduwd. En dat deed niet pijn. Dus was het uiteindelijk gewoon een buikgriep, zei ze. Ook al voel ik me altijd een beetje schuldig of zo. Ik denk, ja, voor buikgriep hoef je niet echt per se naar de huisarts toe. Als je voor de rest gewoon die medicijnen kan innemen. En het, ze heeft letterlijk alleen op mijn nieren geduwd. Ook wel mijn temperatuur en mijn bloeddruk en zo opgemeten. Maar ik denk, ja, als jij mij had uitgelegd waar mijn nieren ongeveer zitten. Ik bedoel, die zitten natuurlijk ergens gewoon hier zo achter.
Dan had ik er zelf ook wel even op kunnen duwen. Of mijn moeder, want die is huisarts of een doktersassistent. Maar die stuurt niet een huisarts of zo. Dus dan had ik dat ritje ook wel kunnen besparen, zeg maar. Maar goed, ik snap natuurlijk ook wel dat ze dat dan misschien zelf eventjes willen zien. En nou, voor de rest, toen werd ik dus 's ochtends wakker. En toen was het eigenlijk nog niet heel veel beter. Maar ik was tenminste niet zo misselijk, waardoor ik elke keer alles wat erin kwam ook weer eruit gooide. Dus zo heb ik wat kunnen eten. En eigenlijk zodra ik wat kon eten en even sportdrank gedronken, dus AA drink. Want dat is natuurlijk veel beter voor je dan als je gewoon alleen water gaat drinken op momenten dat je ziek bent. Toen knapte ik heel erg op en ging eigenlijk vrij snel de buikpijn en ook dus de rugpijn weg. Ik word zo moe van deze kippen. Ze zitten nu aan de andere kant van de muur. Ik hoop echt dat jullie ze niet horen, want het is echt niet normaal de lawaai die beesten maken. Maar goed, de meeste mensen die ik heb gesproken die wel eens buikgriep hebben gehad, die zeggen inderdaad binnen 24 uur is het meestal voorbij. Nou, het begon maandag rond een uur of 11 echt het heftigst. En het was inderdaad gisteren rond een uur of 11, 12. We werden, toen ik op een gegeven moment wat gegeten en gedronken had, werd het een heel stuk minder. Gisteren nog eventjes rustig aangedaan. En vandaag, ja, ik ben nog een beetje slapjes omdat je natuurlijk heel weinig gegeten hebt, maar... voel ik me eigenlijk gewoon weer goed, dus ik ga gewoon weer van alles doen. Dus zet ook weer van alles op de planning voor vandaag. Nog steeds wel redelijk rustig, want ik heb morgen opnames voor Hoef On. En dat is wel echt iets wat ik liever niet afzeg, want als dat volgens mij nu niet door kon gaan, dan ging dat echt verplaatsen naar volgend jaar, voorjaar of zo. Ik wil een beetje mijn energie sparen, zodat ik die opnames morgen gewoon kan hebben. En die zijn ook nog eens bij Bergen op Zoom in de buurt, dus voor mij gewoon dik 2 uur rijden. Dus daarom... kost het even wel wat energie. Ik zit zelfs te twijfelen om even toch gewoon een hotelletje te nemen. Zodat ik vanavond al die kant op kan rijden. Maar goed, ik denk daar nog even over na. Maar nou, daarom was ik even 2 dagen van de kaart. Mijn moeder die is dus net weggegaan. Het is dus nu woensdag ondertussen. Ja, ik heb niks op mijn Instagram geplaatst. Niks gepost. Geen stories gemaakt. Dat is echt niks voor mij. De camera niet aangeraakt. Maar ik dacht ook echt, weet je, ik ben echt even ziek. En weet je, mijn lichaam geeft aan. Doe maar eventjes niet. Dus dan doen we dat ook maar niet. Maar ik ben wel echt een beetje verbaasd. Want ik heb altijd zo'n goede weerstand. En nu heb ik gewoon al 2 keer achter elkaar gewoon heftige... Als ik stop met praten, dan gaat die kip ook stoppen met geluid maken. En als ik weer begin met praten, dan gaat het beest ook weer geluid maken. Maar goed, ik zal het afronden. Ik voel me nu weer beter in ieder geval. En ik hoop dat ik komende maanden ook gewoon niks meer ga krijgen. Want ik ben er nu wel even klaar mee. Deze liefjes zijn lekker van het hooi. Oh, ze zitten allemaal in je haar zit het. Hi zus. Wat was dat voor halve flamings. Lekker van hooi netje aan het eten. Het heeft dus vannacht heel erg een uur lang, zoals jullie misschien zouden ook wel gemerkt hebben, geonweerd en gestortregend. Op dat moment vind ik het altijd wel een beetje zielig dat ze nooit echt gaan schuilen dan. Maar ja, ze hebben op zich de mogelijkheid, behalve Nartje natuurlijk echt op zo'n moment. Het was maar een uurtje, dus dan vind ik het ook niet zo erg. Nartje staat er helemaal achteraan. Ik weet eigenlijk niet waarom hij er staat. Hey, waarom sta je er in je eentje? Wat gezellig. Op de planning staat verder om maar even echt fanatiek te gaan longeren. En Nartje wil ook eigenlijk vandaag ook wel weer even rijden. Maar ik denk dat ik dat een beetje in de avond doe. Misschien even kijken op het weer wanneer de wind een beetje gaat liggen. Want het waait best wel. En op zich niet erg genoeg om niet te gaan rijden. Maar Nartje wordt sowieso altijd al irritant in die hoek. En nu gaan al die bomen en dat mais allemaal heen en weer. Dus ik weet niet of die dan nog irritanter gaat doen. En mijn gastjes zijn aan het groeien. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Oh ja, je ziet het best wel goed eigenlijk. Kijk. Ze gaan het echt goed doen. Echt zo blij mee. Kijk, ziet, daar is dan wel iets beter. Omdat dat ook... Nee, dat heeft ook net zo lang eigenlijk kapot gelopen geweest als dat allemaal. Dus dat is nice dat dat het doet. Dan zie je toch op zo'n stuk grond wat alleen kapot gelopen is. Dat dat natuurlijk nu even omgeploegd is en ingezaaid. Dat het veel sneller het gras groeit dan dat achterste stuk wat omgeploegd is. Een jaar lang heeft braak gelegen. Opnieuw omgeploegd is en toen was dus ingezaaid. Dat stuk, die 2 weidjes daarachter hebben het gewoon zo zwaar gehad. Harmke van Horse & Habitat die had ook al gezegd van ja, je moet echt dat weiland eigenlijk gewoon 3 jaar de tijd geven om echt mooi te worden. Dat betekent niet dat je de paarden er 3 jaar niet op mag hebben. Maar we hebben het toen natuurlijk ingezaaid. Het is nu gegroeid. We hebben het nu net doorgezaaid. Wachten tot dat gegroeid is. Dan maaien.
dat eraf halen, dan weer laten groeien en dan pas de paden erop. Dus waarschijnlijk kunnen ze er pas in het najaar op. Is op zich niet erg, heb ik rekening mee gehouden. Maar dat verklaart wel waarom dat veel slechter groeit dan dat stuk hierachter. En ik heb even de trailer hier staan. Want zoals ik vertelde in een paar vlogs geleden, ga ik mijn trailer en de menwagen even voor onderhoud sturen. Maar het leek mij leuk om daar toen een video over te maken. En ze hadden gezegd dat is prima. Alleen ze gaan van locatie verhuizen. Dus ze wilden dat eigenlijk pas doen als ze op die nieuwe locatie zaten. Maar vooral die menwagen wil ik eigenlijk al op korte termijn. Want anders was het pas in september mogelijk. En die menwagen vooral voor die remmen eigenlijk. Omdat die zoveel lawaai maken. Wil ik die even op korte termijn gedaan hebben. Dus ze zeiden, nou rij dan op woensdag eventjes langs. Dus mijn moeder en ik hebben samen even de menwagen in de trailer geladen. Past allemaal precies. Dus dat is super fijn. Deze twee zijn er dan uit. Ja, dat schot natuurlijk sowieso. Anders past die menwagen er niet in. En de lamoenen die neem ik ook niet mee. Want ik verwacht eigenlijk dat daar geen onderhoud aan nodig is. Die mag wel een keer even een likje verf krijgen. Maar dat kunnen Sjoerd en ik zelf ook wel doen. En anders neem ik die mee voor het grote onderhoud. Maar voor het klein onderhoud is nu gewoon vooral eventjes die remmen. Dus ik ga de laadklep dicht doen en ik rijd daar eerst heen. Want ik zou daar in de ochtend heen gaan en het is ondertussen al 12 uur. Wel echt heel lief, want buiten dat mijn moeder is gekomen en dat Remke naar het ziekenhuis is gereden voor mij, heeft Carmen op maandagavond dus de paarden gedaan. En Noek op dinsdagochtend, omdat ik dus gewoon zoveel pijn had en alleen maar op de bank kon liggen. Dat ik niet eens in staat was om naar buiten te gaan om die paarden alleen eventjes te voeren. Dus ik was heel erg blij dat zij dat eventjes wilde doen voor mij. Nou, ik rijd eventjes naar Eerbeek toe om dus mijn trailer en menwagen achter te laten. Ik neem aan dat ik gewoon zonder weer terug naar huis rijd dan eventueel einde van de dag of morgen het allemaal weer op kom halen. Ik heb hem op zich zaterdag pas nodig, dus het is ook niet heel veel haast. Ook al vind ik dat wel fijner om de trailer gewoon thuis te hebben. Dus stel je moet in één keer met spoed weg, dan heb je er in ieder geval staan. En dan einde van de dag ga ik dus nog de paarden trainen. Dus hopelijk kan ik dat ook nog eventjes voor jullie filmen. Maar nu eerst even op naar Eerbeek. Ik ga de vlog splitsen, anders werd hij veel te lang. Dus morgen gaan jullie naar deel 2 kijken. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen dus. Doei doei!